naam is Shai Rambaran. Ik werk sinds 2016 bij de Van Rosmalen Kliniek. Ik werk daar als cosmetisch arts en doe ik injectiebehandelingen, dus botox en de fillerbehandelingen. Tijdens mijn opleiding geneeskunde vond ik de cosmetische kant van de geneeskunde erg interessant. Ik heb toen begonnen bij de chirurgie. En toen heb ik de switch gemaakt naar de cosmetische geneeskunde. Die opleiding heb ik afgerond en ik vind het heel fijn om mensen blij te maken. Wat ik heel belangrijk vind, als iedereen op zijn gemak is. Mensen die voor het eerst komen vinden het toch altijd spannend. Het is toch een bepaalde drempel als ze bij ons komen. Wat heel vaak voorkomt, is dat mensen in de spiegel kijken, dat ze eigenlijk van binnen heel goed voelen en heel vrolijk zijn, maar dan zien ze het niet terug in de spiegel. En als ik dat kan veranderen, dus als ze een goed gevoel krijgen als ze in de spiegel kijken, dan ben ik ook heel tevreden. Dan heb ik eigenlijk mijn werk goed gedaan. Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik mensen blij kan maken. Met relatief kleine behandelingen die wij doen, heeft het vet veel impact op de mensen, op hun zelfvertrouwen. En ik ben ook heel blij als mensen gewoon tevreden de deur uitgaan. De Van Rosmalen Kliniek staat voor een natuurlijke uitstraling. En daar voel ik me het beste bij. Ik wil mensen een mooie natuurlijke uitstraling geven. En voor veel mensen is een injectiebehandeling of fillerbehandeling heel erg spannend. En zijn heel erg bang voor extremen. En dat hoeft helemaal niet. Wij kunnen een behandeling zo uitvoeren dat mensen de beste versie van zichzelf worden.